Het is ongeveer een maand geleden dat we echt last kregen van de crisis in Nederland. Dat we thuis moesten gaan werken bijvoorbeeld. En in die tijd maakte ik een week lang dagelijks een beursupdate. Een video omtrent het laatste nieuws en iets informatiefs daarnaast nog. En ook eerder deze week maakte ik een video, een update, alleen dan over mijn vermogen. Ik zal hem hier even linken over hoe ik inmiddels 250.000 euro aan vermogen heb opgebouwd, zeg maar. En al deze video's werden goed bekeken, juist ook omdat mensen zeiden: ik ben op zoek naar de mening, de visie van iemand anders. Het is interessant om dat een keer weer te horen, te zien, te lezen. Net hoe het erover gaat. Misschien ook te bespreken in de reacties onder deze video. En daarom dat ik in deze video's ook weer wil gaan kijken naar een beursupdate. Omtrent het laatste nieuws en ontwikkelingen die er nu zijn. En dan ga ik vanaf volgende week juist weer video's maken met meer diepgang op bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld autofabrikanten, hoe die tegenover elkaar staan. Zoals Volkswagen, Ford en Tesla, ik noem maar iets. Of juist wat ik vaak hoor van: hoe kan ik nou echt een aandeel waarderen? Kijken of het op dit moment het juiste aandeel is. Aan het juiste moment is om dat aandeel te kopen. Nou, dat wil ik dus vanaf volgende week weer inhoudelijk gaan doen. Nu gaan we dus juist kijken naar het laatste nieuws en een beursupdate. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. Laten we deze video beginnen met de kwartaalcijfers, want we zagen gisteren al dat er twee Amerikaanse banken kwamen met hun kwartaalcijfers over het eerste kwartaal. En vandaag zijn er opnieuw drie Amerikaanse banken gekomen met kwartaalcijfers. Maar ja, die kan ik nog niet verwerken, aangezien ik deze video op dinsdagavond altijd voorbereid en opneem. Maar kijken we naar die banken van gisteren, dan gaan we als eerste kijken naar JP Morgan Chase. En daar zagen we juist dat ze 3% minder omzet hadden in het eerste kwartaal. En op zich valt dat nog wel mee, als je het in ieder geval gaat vergelijken met vorig jaar. Want gaan we juist de winst vergelijken met het eerste kwartaal van vorig jaar, dan zien we dat ze dit jaar 71% minder winst hebben gemaakt in datzelfde kwartaal. Nou, waar komt dat onder andere door? Dat komt onder andere omdat ze bijna 7 miljard hebben toegevoegd aan reserves. Ze verwachten namelijk de effecten van het virus vooral in Q2 te kunnen zien. En mensen die dus de komende tijd eigenlijk hun leningen niet meer kunnen betalen, betalingsverplichtingen niet meer kunnen betalen, of in ieder geval uit worden gesteld. Dus ze hebben gewoon extra geld nodig, extra kapitaal om die moeilijke tijd op te vangen. En dus niet zoals iedereen denkt dat die nu al voorbij is, dat we het meestal hebben gehad. Als we gaan kijken naar deze bank, en straks zullen we ook zien andere bedrijven, die gaan ook echt vanuit dat in Q2 echt heel veel last van zullen kunnen gaan hebben en waarschijnlijk ook echt gaan hebben. Want kijk ook naar die tweede bank, en die tweede bank is dan Wells Fargo. Die hadden op dit moment 1 cent winst per aandeel. Nou, vergeleken met het eerste kwartaal vorig jaar, toen hadden ze nog $1,20 winst per aandeel, oftewel 120 keer zo weinig op dit moment. En ook zij hebben de reserves uitgebreid, maar met een bedrag van $4 miljard. En eigenlijk dus om dezelfde redenen als dat we zagen bij JP Morgan Chase. Nou, vandaag zijn er 3 nieuwe banken met kwartaalcijfers gekomen. De verwachting lijkt mij in ieder geval dat het een beetje hetzelfde is. Dat zij ook Q1 alles nog wel meeviel, al zagen we al wel flinke afname, niets in de omzet, maar juist in de winst. En dat ze zijn eigen heel erg aan het voorbereiden zijn op dus Q2. En dan komen we bij het volgende punt wat betreft Amerikaanse banken. En dat is dat zij moeilijker doen eigenlijk om geld uit te lenen. Of in ieder geval, het wordt voor klanten moeilijker om geld te lenen. En dit is het geval bij Chase, maar ook bij andere banken zoals Wells Fargo. Zij scherpen allemaal hun regels aan. Dit gaat dus natuurlijk om wanneer mensen gewoon geld gaan lenen, maar ook wanneer ze een hypotheek gaan afsluiten. En dus juist nu, wanneer het moeilijk gaat in deze tijden van crisis, wanneer bedrijven geld nodig hebben, wanneer misschien mensen zelf geld nodig hebben of toevallig een huis willen gaan kopen, wordt het ze dus moeilijker gemaakt om aan dit geld te komen. Want gaan we kijken, wanneer je bijvoorbeeld een huis wilt kopen, een hypotheek wilt krijgen in Amerika, dat je een creditcardscore van meer dan 700 moet hebben. En ja, alles in Amerika werkt met creditcardscores. Op basis daarvan kijken ze van: hoe betrouwbaar ben jij in je betalingen? Betaal jij snel af? En hoe sneller jij betaalt? En ja, hoe meer je op een creditcard doet, dus hoe meer data ze van jou hebben om die, ja, om dat risico zeg maar in te schatten, hoe hoger je komt. Dus alleen de mensen die het goed doen, die komen boven de 700 uit. En als je dat al eenmaal hebt, dan moet je ook nog eens 20% aanbetalen wanneer je dus je eigen huis gaat kopen. En dus juist in een tijd waarin veel meer mensen werkeloos raken en dus helemaal geen inkomen meer hebben, of een groot gedeelte van zijn inkomen of misschien een klein gedeelte van hun inkomen verliezen en juist daarom geld nodig hebben, of mensen die op het punt staan een hypotheek af te sluiten, maar dat de bank nog even met de werkgever belt, die vertelt van: ja, maar we hebben zijn inkomen tijdelijk even minder gemaakt, een paar
tientallen procenten. Alleen daarop kun je ook alweer de hypotheek verliezen. En zul je dus ook zien dat waarschijnlijk de vastgoedmarkt in Amerika ook nog wel een klap te verduren krijgt. Dit komt natuurlijk aan de ene kant omdat mensen niet willen gaan verhuizen. Ze willen misschien geen grote uitgaven doen in tijden van onzekerheid. Maar zelfs wanneer ze het willen, dan kunnen ze het niet omdat de bank niet meewerkt. Nou, we weten vaak hoe belangrijk de vastgoedmarkt is. Dit gaat namelijk in heel veel andere markten. Ja, sijpel dit door, zeg maar. Wanneer jij een nieuw huis koopt, ga je nieuwe meubels kopen, doe je iets in de tuin, bouwmarkten, noem het allemaal op. Iedereen profiteert daarvan. Dat is ook in Amerika. Dus juist als de huizenmarkt stil komt te liggen, zullen veel andere sectoren daaronder te lijden hebben. En hoe reageren koersen dan op dit nieuws, op die ontwikkelingen die er dus nu zijn? Nou, een paar video's geleden had ik het daar al over. De beurs bleef maar stegen en dat is eigenlijk nog steeds het geval. En nog steeds om dezelfde redenen, want het nieuws lijkt allemaal nog wel mee te vallen. We zien dat het virus lijkt af te vlakken nog steeds. Zeker in Europa, maar ook in Amerika zien we dat in New York het al wat minder wordt. Over de rest van Amerika weet ik niet precies hoe het daar zit. Maar Trump roept in ieder geval nog steeds dat ze in mei open gaan. Dat alles dan weer bijna terug gaat naar het normale. Het is natuurlijk maar afwachten. Er zal natuurlijk een keer het besef komen dat dat niet het geval is. Dat je niet kunt blijven uitstellen. Dat die klap misschien nog wel komt op dat moment. En het IMF heeft inmiddels een voorspelling dat de krimp dit jaar 3% zal zijn wereldwijd. In Nederland en Europa ligt dat zo rond de 8%. Dus ja, eigenlijk als je gaat kijken met zo'n crisis als nu, een krimp van 3% valt op zich nog wel mee. In ieder geval, dat lijkt mij en dat zien we dus eigenlijk ook wel een beetje terug in de verwachtingen of gevoelens van beleggers. En ook ik denk de laatste week dan steeds vaker, zit misschien al dit nieuws, alles rondom de crisis, rondom het virus, dan al ingeprijsd in de koersen? Daar lijkt het namelijk wel op, want als we de beurzen zoals gezegd kijken, alles stijgt, het ziet er goed uit. We zien heel veel positieve signalen weer, zeker op de lange termijn. En misschien is het ook allemaal wel zo dat mensen over een jaar is alles weer normaal. En vaak gaan koersen ook kijken verre periode vooruit. Dus niet alleen op de korte termijn, maar juist op de lange termijn lijkt het allemaal wel mee te vallen. Maar aan de andere kant lijkt het juist helemaal niet logisch zoals wat er nu eigenlijk gebeurt. Tot op dit moment hebben we ongeveer een daling van 8% sinds het begin van dit jaar. Terwijl we ook vaak in nieuwsberichten zien dat dit waarschijnlijk wel de ergste crisis is. Zeker sinds 2008. Maar vaak wordt ook zelfs wel sinds 1930 genoemd. Dus de jaren 30. De grootste crisis die er ooit is geweest en die ook lang aanhield. Dat deze nog erger zal zijn. Dan is het maar raar dat we eigenlijk nog geen 10% gedaald zijn sinds het begin van dit jaar. En eigenlijk met het nieuws van die banken dus gisteren met die kwartaalcijfers. Dat ze zich al aan het voorbereiden zijn op een slechter Q2. Of dat bijvoorbeeld Frankrijk inmiddels dus de maatregelen in het verlengen is tot halverwege mei. En ook andere landen lijken hierop te hinten. En juist daarom ga ik ook steeds vaker kijken naar technische analyses, naar grafieken. Eigenlijk ben ik geen korte termijn belegger, dus ik ga het ook zeker niet per se voor beleggingen op de korte termijn doen. Maar ik wil het wel ooit gebruiken om juist te kijken wat mensen op basis van technische analyses denken. En eventueel een bepaald aankoopmoment te bepalen, misschien nu al te doen of juist uit te stellen. En waar ik het eerder al over had, over een bulltrap, die lijkt nog steeds mogelijk te zijn, misschien zelfs al gaande te zijn. Wat er zeker in ieder geval gaande is, is een wedge. Dus er komt een soort samenloop dat de hoge punten op hetzelfde blijven of lager worden en de lage punten steeds hoger. Dus er komt een moment dat het uit gaat breken. Dat kan altijd gaan om een uitbraak omhoog of juist een uitbraak omlaag. En gezien de periode waarin we nu zitten, de komende 2 weken zou dit kunnen gebeuren. Met die kwartaalcijfers die we eerder al zagen, die dus toch slechter zijn. En vooral ook naar Q2 gekeken slechter zijn. Verwacht ik dat we die komende 2 weken dus ver naar beneden zullen gaan. Dat we echt weer te maken krijgen met een volgende dip. Maar als ik er zo over denk, dan kun je je eigenlijk natuurlijk afvragen, waarom ga ik dan niet op dit moment aandelen verkopen? Dat is ook een vraag die ik heel vaak krijg. Van als je dit al zo voorspelt, of in ieder geval zo ziet, waarom ga je dan nu je posities niet verkopen tegen een hogere koers, om ze bijvoorbeeld over een maand of 2 maanden terug te kopen tegen een lagere koers? En het heel simpele antwoord daarop is, ik beleg voor de lange termijn, dus ik ga niet kijken wat er op de korte termijn gebeurt, maar juist op de lange termijn, dan heb ik het over de komende 20, 30, 40 jaar. En natuurlijk kan ik dan nu op een hoog punt verkopen om vervolgens op een lager punt te gaan inkopen. Daar heb ik natuurlijk rendementen bij, daar kan ik mijn rendement mee verhogen, dat klopt allemaal. Maar dan moet ik wel 2 bepaalde momenten goed bepalen. Aan de ene kant wanneer het moment dat ik ga verkopen tegen die hoge prijs. Want moet ik wel het goede moment bepalen. Niet dat ik dadelijk een aandeel verkoop op 100, maar dat het nog stijgt naar 120. Want dan heb ik toch het gevoel dat ik 20% rendement heb gemist. En datzelfde is eigenlijk het geval wanneer ik het weer moet aankopen. Wanneer het aandeel dan bijvoorbeeld daalt naar 75. En dat ik het bij die koers koop en vervolgens daalt het nog verder naar 60. Dan had ik ook weer gedacht van,
van, oh, daar had ik ook nog langer kunnen wachten om meer rendement te maken. Dus dan moet je eigenlijk nog twee momenten heel erg goed bepalen om optimaal te profiteren hiervan. Maar nog erger zou zijn dat je ze nu verkoopt en later terug wilt kopen, bijvoorbeeld bij een prijs van 75, maar dat de koers uiteindelijk nooit verder daalt dan 80, dan heb je nooit het punt bereikt waarop je eigenlijk je aandelen weer terug wilde kopen. En wat heb je dan? Dan heb je op dat moment geen aandelen, dan moet je uiteindelijk toch weer gaan kopen. Ja, dat is niet het moment waar ik op zit te wachten, of in ieder geval niet de strategie die ik wil toepassen. Ten eerste omdat het heel veel tijd kost om alles bij te houden, hoe alles precies zit. En ten tweede, je kunt die momenten van verkoop en aankoop toch niet juist plannen. En de kans dat je het misloopt is best wel groot. Dus daarom, omdat ik juist voor de lange termijn zit, blijf ik er gewoon in zitten. En zal ik dus juist eerder gebruik gaan maken van dollar cost averaging. En dat werkt natuurlijk ook met euro's, alleen ja, zo heet het nu eenmaal. Het wordt vooral vaak toegepast door Amerikaanse beleggers en zo, daar komt de term vandaan. Maar wat het uiteindelijk op neerkomt is dat je de gemiddelde aankoopprijs telkens omlaag wilt brengen van de posities die je hebt. Dat wil dus zeggen, als er nu een aandeel 100 euro kost, dat ik het nu koop, kost het volgende week of over een maand 90 euro, dan koop ik het opnieuw. Misschien koop ik juist wel extra. En gaat het dan nog verder dalen, bijvoorbeeld 80, dan ga ik het opnieuw kopen. En misschien juist nog wel extra kopen tegen die koers. En op die manier zak ik gedurende die tijd toch telkens mijn gemiddelde aankoopprijs. En juist omdat ik dus geen aandelen verkoop, blijf ik altijd aandelen houden. En heb ik dus altijd een positie in dit aandeel. En niet zoals eerder al besproken, dat ik het verkoop, maar vervolgens niet het punt komt waarop ik het eigenlijk weer terug had willen kopen. Dat ik dus eigenlijk zonder aandelen blijf zitten. En omdat op deze manier natuurlijk de gemiddelde aankoopprijs toch daalt, kan ik op de lange termijn, want ik beleg voor de lange termijn zoals gezegd, toch rendementen maken en juist ook profiteren van die daling. Al is het misschien niet zoveel als dat ik de juiste momenten zou bepalen. Maar ja, dat is ook niet echt mogelijk. En daarom is deze manier van dollar cost averaging dus eigenlijk gewoon heel erg makkelijk en heel erg goed voor mensen die voor de lange termijn gaan. Juist omdat het zo simpel en effectief is. En weet je wat trouwens ook simpel en effectief is? Even deze video een duimpje omhoog geven en abonneren op het kanaal. Op die manier help je natuurlijk mij met het kanaal. Dan mis je zelf ook nooit meer een video in de toekomst. Door naar het volgende onderwerp en dat is olie. Iets waar de laatste tijd natuurlijk al heel veel in het nieuws is. En ook binnen onze community wordt er veel over gesproken. Al is het maar om de reden dat heel veel mensen aandelen van Shell hebben. Afgelopen weekend was er dan eindelijk een akkoord over olie. We zagen dat de OPEC Plus landen, dus OPEC Plus Rusland, een akkoord hebben gesloten om in ieder geval de komende maanden de productie met 10% te verlagen. En door juist het aanbod te verlagen hopen ze dat de prijs uiteindelijk van olie weer omhoog gaat. Alleen deze uitkomst was niet wat men ervan verwacht uiteindelijk, want we zagen dan wel een afname van 10%. Alleen de verwachting is dat de daling eigenlijk, de afname van olie, de komende maanden 30% is. Dus er blijft uiteindelijk meer olie geproduceerd worden dan dat er wordt afgenomen. Dan zien we ook terug in de koersen die gewoon telkens nog in de min staan. Er wordt niet echt een opleving van olie verwacht. En juist als we gaan kijken, dit zijn afspraken voor de komende maanden, ja, dan verwacht ik in ieder geval dat de koers gewoon laag blijft en eventueel zelfs nog gaat dalen. Tegelijkertijd biedt dit dan wel weer een kans als je een aandelen Shell hebt of wilt kopen om de dollar cost averaging toe te passen. Want ook Shell zal uiteindelijk, denk ik dus, aangezien de olieprijs gelijk blijft of daalt, de koers van Shell dalen. En kun je dus mooi de komende tijd je gemiddelde aankoopprijs van Shell of andere oliebedrijven, aandelen, in ieder geval nog naar beneden brengen. En het totaal tegenovergestelde van olie is dan juist weer Tesla, want Tesla gaat juist de laatste dagen als een raket. En dan kan ik natuurlijk grappen maken over SpaceX, Elon Musk, noem het allemaal op. Dat zal ik niet gaan doen, maar als we gaan kijken naar die laatste paar dagen eigenlijk van Tesla, dan zien we de laatste twee dagen al telkens een stijging van 13% per dag. En waarom stijgt het aandeel dan juist de laatste tijd zo hard? Nou, dat heeft denk ik te maken omdat er steeds meer dingen bekend worden. Aan de ene kant gaat het over Battery Day, die waarschijnlijk komende maand zal plaatsvinden. Dus juist op investeerders gericht. Alles rondom hun batterijtechniek, misschien op dit moment, maar zeker ook richting de toekomst zal daar besproken worden. Maar ook als we gaan kijken naar de Model Y, daar wordt steeds meer over bekend. De laatste model Tesla wat is uitgekomen, Sandy Monroe, die schroeft hem helemaal uit elkaar. En tegenwoordig op zijn YouTube kanaal documenteert hij ook alles. Daar kun je echt alles vinden over hoe die auto is opgebouwd, wat zijn bevindingen zijn. En dat is een erg bekend en gerespecteerd iemand in de auto-industrie. En hij heeft steeds meer goede woorden over Tesla. Dat ze steeds meer verbetering doen in hun auto, in hun productieproces, waarmee ik eventueel kosten omlaag kunnen gaan. Dus juist ook dat daar de marges van Tesla op die manier natuurlijk omhoog gaan. En als we gaan kijken naar de productie, specifiek dan in het geval in China, dan zien we dat ze daar eigenlijk alweer voorlopen op de verwachtingen. De verwachting was dat ze na anderhalf jaar, in ieder geval in het tweede jaar,
rond de 100.000, 150.000 auto's zouden kunnen maken. Nou, daar lijken ze alweer flink op voor te lopen. Vorige maand, ook al was de fabriek even gesloten, hebben ze net iets meer dan 10.000 auto's geproduceerd in China. En daar gaat natuurlijk alleen maar meer worden de komende tijd. En zelfs als ze dit vol weten te houden, komen ze al bij die voorspelling van volgend jaar, bij dit jaar dus al uit. Dus daar lopen ze eigenlijk alweer voor op de planning. En dat gaat natuurlijk... ja, mee in de koers op dit moment. En dat zien ook analisten. En dan zeg ik altijd wel, je moet niet altijd alles baseren op wat analisten zeggen. Maar ja, hun krijgen wel steeds meer een beter beeld bij Tesla. Zij zien ook deze dingen en gaan hun koersdoelen daarop aanpassen. Inmiddels ligt het gemiddelde koersdoel zo rond de $460. Een stuk lager dan wat we nu zitten. Maar er zijn ook koersdoelen van meer dan $800. Dus het lijkt erop alsof ze steeds meer weten wat er met Tesla is. Waar ze op moeten letten en dat ze er ook steeds meer in gaan geloven. En juist tijdens deze crisis zien we ook dat Tesla op heel veel onderdelen beter presteert dan hun concurrenten. Ze hebben meer cash achter de hand om deze situatie te overleven. De levering van auto's gaat gewoon door, terwijl bij heel veel andere merken flink hard onderuit gaat. En zou het dus ook zomaar kunnen dat investeerders in andere automerken nu juist gaan investeren in een merk zoals Tesla, omdat ze ook zien dat daar de toekomst ligt. Maar tegelijkertijd blijven er gewoon heel veel mensen short zitten op Tesla. Ik geloof dat het er op dit moment rond de 20% van de aandelen wordt geshort op Tesla. Wanneer de koers vanwege dat goede nieuws telkens stijgt, zullen steeds meer shortposities gesloten worden. Die shortposities moeten dan juist weer aandelen gaan kopen tegen deze hogere koers, waardoor natuurlijk de vraag weer toeneemt en natuurlijk alleen maar meer shortposities worden gesloten. En dat versterkt natuurlijk alleen maar de koers dat die harder omhoog gaat, net zoals we eerder dit jaar al zagen. Ik denk wel dat de koers nu weer te hard stijgt, dat we vast alweer een keer omlaag gaan, maar echt die koers die we eerder deze maand zagen van onder de 400, die lijkt me steeds onrealistischer. Toen heb ik ook gewacht met aandelen. Dat is iets wat ik niet ga doen. Maar zeker wanneer die weer zo rond de 600 en iets verder zou gaan zakken, begin ik in ieder geval weer met het aankopen van aandelen. En laten we tenslotte dan even lekker kort kijken naar Basic Fit en vastgoed. Ten eerste Basic Fit, dat zagen we vandaag. Toen de beurs opende was het de grootste daler. Uiteindelijk is het zo'n 4-5% gedaald op de hele dag. Dat heeft er natuurlijk mee te maken vanwege Frankrijk. Dat daar de maatregelingen zijn verlengd. Tot zeg maar halverwege mei. En dat clubs dus langer gesloten moeten blijven. En het ziet er nou uit dat ook België, Frankrijk, Nederland, ook Duitsland dit soort maatregelen overneemt. De periode dus nog verlengt. En als club dus langer gesloten moeten blijven, is dat slecht nieuws voor Basic Fit. Er is echter ook wel weer een beetje positief nieuws. Misschien. Ik weet niet hoe ver dit afhankelijk is van Basic Fit. Maar de huren zullen niet zo'n groot gedeelte zijn. Maar we zien in Nederland dat huren vaak gecompenseerd moeten worden. In ieder geval de overheid geeft aan verhuurders. Ga iets doen met die huren. Kom huurders tegemoet. De overheid wil nu nog niks dwingen door middel van een wet, maar laat het eigenlijk over aan verhuurders en zegt kom bijvoorbeeld 3 maanden de huurders tegemoet. En als ze dat niet gaan doen, dan zou er eventueel wel een wet moeten komen. Dus het is leuk voor de huurders, maar het is niet zo leuk voor de verhuurders. Want zeker wanneer je 3 maanden zou moeten gaan compenseren, dan mis je gewoon 25% van je inkomsten of van je omzet dit jaar als vastgoedfonds. En dat is gewoon heel erg zuur. En dit is dan het geval in Nederland, maar ik neem aan dat ook in andere landen dit soort dingen gaan spelen. Aan de ene kant kun je zeggen, ja, je verliest wel een kwart van je omzet. Aan de andere kant, als je daarmee je huurder helpt en ervoor zorgt dat je huurder dus langere tijd gewoon nog huurder bij je is in plaats van failliet gaat, dan kan het natuurlijk wel weer eens een goed punt zijn om toch even te compenseren in dit soort situaties. Maar als dit natuurlijk in meerdere landen gebeurt, in Europa, in Nederland, maar zeker ook in Amerika. En in Amerika waar die vastgoed toch al lastige tijd tegemoet zal gaan. Niet alleen dus de woningmarkt, maar misschien ook wel het commerciële vastgoed. Dan is het niet zo heel fijn op dit moment om REITs te bezitten, bijvoorbeeld vastgoed, ETF's. Ja, daar zie ik ook een heel erg grote daling. En normaal zou je zeggen, vastgoed gaat eigenlijk een beetje anders reageren dan aandelen. Maar nu is het zo dat vastgoed echt een grote klap krijgt. En ben ik dus benieuwd hoe dat zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Waar ik trouwens ook benieuwd naar ben, is wat jouw mening en visie is. Dit kan over die onderwerpen zijn die ik in deze video besprak. Maar misschien heb je juist andere onderwerpen waar jij je op richt, die jij wilt delen met de kijkers van deze video. Dat kan natuurlijk in de reacties onder deze video. Laat daar alles achter. Suggesties, tips, nieuws wat je bent tegengekomen, waar we allemaal iets van kunnen leren. Of je kunt het via onze Discord chat doen. Een link daarvan zal ik trouwens onder deze video plaatsen. En in die chat zitten we inmiddels met meer dan 2000 mensen te discussiëren over dit soort onderwerpen. En dan zijn we daarmee aan het einde gekomen van deze video. En wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je nou een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Daarmee help je het kanaal verder groeien. En weet ik natuurlijk welke onderwerpen jullie
jullie leuk vinden, zodat ik daar meer video's over kan maken. En wil je zelf nog meer video's zien en ben je nog geen lid van het kanaal? Klik dan even op abonneren onder deze video. Dan krijg je elke week 2 video's die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. En zie ik je graag bij de volgende video terug.